Piggy en de sterke windvlaag. En hiermee is het af. Huh? Yay! Auw! Er is iets aan de hand in Storyland. Er was eens lang geleden een baby die een sterke schuilplaats tegen de wind moest bouwen. Maar in zijn eentje kon hij dat natuurlijk allemaal nooit sjouwen. Ai, ai. Ouch. Hoi, ik ben Dreamy. Wat is er aan de hand? Hij komt eraan. De sterke windvlaag naar mijn schuilplaats. Oké, rustig maar. Ik ben Piggy. En de windvlaag kan hier elk moment zijn. Elk jaar bouwen mijn twee broers en ik hier een schuilplaats om het boek te beschermen. Maar ze zijn ziek. En nu moet ik het helemaal alleen doen. En wat gebeurt er als je het niet op tijd afkrijgt? Dan zal de windvlaag het meest waardevolle van onze wereld verwoesten. Dat zou een ramp zijn. Dus ik probeer het, maar ik ben maar in mijn eentje. Arme Piggy, je hebt je arm bezeerd door al dat vele sjouwen. Het komt wel goed. Wij geven je weer moed. Wij zeggen stop en lossen het op. Hups. Oh, je bent zeker ook ziek. Samen gaat het zeker lukken. We bouwen samen een schuilplaats. Kom op. We hebben cement, grind, zand en bakstenen nodig. Ja, bakstenen, ja! Beetje bij beetje. En mijn broers zeggen altijd, steen voor steen en het lukt ons meteen. Goed zo, baby's. Nog wat meer naar rechts. En een beetje meer hier. Oh nee, kijk uit, Dottie. Huh? Stop de tijd. Oef. Tijd gaat door. Huh? Waar is mijn baksteen? Dit gaat wel heel erg traag. We krijgen dit niet af vandaag. Als de bakstenen nou niet zo zwaar waren... En het cement een beetje meewerkte. Auw, en we geen schep nodig hadden. Ik weet het. Waarom gebruiken we geen stroop? Maar... Ja! Zie je, het gaat veel sneller op die manier. Maar sneller betekent niet... Dat het ook blijft staan. Je hebt gelijk. Het stro is niet, ijs! Dat hoeven we niet te dragen. En lekker koud. We bouwen een iglo om het boek heen. We hebben meer ijs. Huh? Ja! Veel meer ijs! Ja! Ja! Maar... Waar is de rest van het ijs? Gesmolten door de zon. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar we moeten het wel goed doen. Anders zal de windvlaag het boek verwoesten en is alles voor niks geweest. Piggy, we doen het weer op jouw manier. Ja, kom op! Deze keer lukt het wel. We zingen dit lied over de wind. En we werken samen tot hij ons vindt. Want onze wereld is een mooie plek. En aan hechte vriendschap hier is geen gebrek. Samen moeten we het boek beschermen. Iets bedenken dat zou kunnen werken. Geen probleem, een muurtje van steen. Met wat extra hokjes erbij. Hoe komen we hier eigenlijk weer uit? We zijn de deur vergeten! Zie je, haasten is nooit goed! We moeten iets bedenken om hier uit te zien te komen. Oh, had ik die schep nog maar! Zie je, als we ijs hadden gebruikt... Dat is het! IJsjes! onze schuilplaats smaakt goed! Je had gelijk. Het belangrijkste is dat we ons best hebben gedaan en dat het allemaal goed is gekomen. Samenwerken is wat telt. Steen voor steen en ijs voor iedereen. Storyland Magic Tears! En zo nam Piggy vastberaden en met veel moed het op tegen de wind en kwam het uiteindelijk allemaal goed. Het boek zal niet weggaan en het sprookje zal blijven bestaan.